Ja, hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat Nederland rollenbolt over elkaar heen? Niet gevaccineerden, wel gevaccineerden. En geven elkaar de schuld, de wijzen naar elkaar. En ik heb daar eens even een klein beetje over nagedacht, vrienden. En ik hoorde ook Jeroen Krabbe zeggen, hoe kan het nou dat in andere landen die hele discussie niet is? En toen dacht ik, ja Jeroen, dat klopt dat je dat zegt. Want ik heb daar de analyse even op losgelaten. En dat is heel erg duidelijk hoe het zit. Want in Nederland, dat kabinet, ja, die doet dan maatregelen invoeren, maatregelen weer weg, maatregelen weer invoeren, maatregelen weer weg. En niemand weet meer waar ze zich aan moeten houden. En dan heb je ook nog eens de Nederlanders die zeggen van, ja, maar ik doe er niet meer aan mee. En ik heb daar geen zin meer in. En ik hou me helemaal niet meer aan die maatregelen. Nou, die twee dingen bij elkaar, ja, dat levert dan op dat in ieder geval de groep van niet gevaccineerden, die komen ineens in de wind te staan. Dat is nu aan de hand. Ja, want zij zijn nu ineens de schuldigen. Want de niet gevaccineerden, ja, die zorgen ervoor dat de ziekenhuizen vollopen nu. Dat is één. En twee, zorgen ze ervoor dat er weer nieuwe maatregelen komen. En hier in Spanje, beste vrienden, is dat volkomen anders. Hier zijn de maatregelen al die tijd gebleven. Ze hebben niet die hele tijd die achtbaan gedaan van, oh, weer wel, weer niet, weer wel, weer niet. Nee, hier in Spanje was het gewoon al die tijd in een lichte vorm wel. Gewoon hou die maatregelen, hebben ze hier gewoon een beetje in stand gehouden. De anderhalve meter bleef gewoon in stand. De mondkapjes die bleven gewoon als je binnen was, mondkapje voor. Enorme sociale controle hier in Spanje. Kom niet zonder mondkapje en winkel binnen. Of hup, gelijk iedereen in paniek. Hup, eruit. Hup, je moet wegwezen. Zo gaat dat hier. En door die maatregelen, ja, daar vlak je alles af. Dan is er gewoon niks aan de hand. En dan krijg je ook geen pieken in de ziekenhuizen. En dan weet je helemaal niks van niet gevaccineerden. Die vallen verder helemaal niet op. En die gaan gewoon door met niet gevaccineerd zijn. En de gevaccineerden, die leven ook gewoon door. Er is hier ook geen QR-code, niet nodig. Alles gaat gewoon zijn gang. Alleen, je moet je dus even aan die maatregelen houden. Anderhalve meter, mondkapje. En klaar is Kees. Dat is alles. Dus Nederland, doe dat ook en dan ben je van al die discussies af.